De Surinaamse justitiële autoriteiten hebben goede vooruitzichten als het gaat om de samenwerking met de collega's uit Frans-Guyana. Zei justitieminister Kenneth Amoxi vandaag tijdens een persconferentie op zijn departement. Volgens de bewindsman is het bezoek van de Franse delegatie onder leiding van Julien Retailleau, de vertegenwoordiger van de Franse minister van Justitie, geslaagd. Laat mij aangeven dat dit bezoek een voortvloeisel is, eigenlijk continuering van het bezoek dat ik had afgelegd vorig jaar. En dit jaar augustus, ik heb op 30 september 2022 heb ik de minister van Justitie van Frankrijk hier ontvangen ook. Ter continuering is er op 4 november een Zoom meeting geweest met technische deskundigen van het Franse ministerie. En vandaag hebben we dus deze besprekingen voortgezet met een delegatie die fysiek hier bij ons is. En we hebben net de besprekingen afgerond. Amoxi zegt dat een van de belangrijkste aandachtspunten de coördinatie van de gevangenissen in Suriname is. Ook de mogelijkheden voor samenwerking met de Fransen op dit gebied zijn breedvoerig bediscussieerd. Retailleau zegt dat de samenwerking tussen de landen moet worden versterkt. Die zouden een tweede leven zouden geven. Aan de coöperatie judiciaire. Aan de justitiële samenwerking. In de bestrijding van deze vorm van criminaliteit. On a pu mesurer la qualité et des efforts qui ont déjà été engagés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. We hebben kunnen meten de kwaliteit en de inspanningen van acties die gevoerd zijn gedurende een aantal maanden al. Et définir un calendrier. En om een kalender uit te stippelen. De toutes les mesures qui vont pouvoir être développées à l'avenir pour encourager ces premiers efforts. Van alle maatregelen die gedaan kunnen worden om verder te gaan met deze eerste inspanningen. Minister Amoxi merkt verder op dat hij zich heeft gecommitteerd om samen te werken met zijn collega minister van Justitie van Frans-Guyana. De samenwerking met zijn partner zal zich veelal concentreren op het gebied van witwaspraktijken en de georganiseerde misdaad.